mijn oude speelgoed. Wat zou ik graag weer onbezorgd met jullie spelen. Net zoals vroeger. Deze kerst komen wonderen uit. Kijk, dat noem ik nou een gevecht. Met kerstmis gebeuren er wonderen. Er worden oude vrienden van je tot leven gewekt. Mijn naam is Marie en jij heet de notenkraker? Ik ben mijn naam vergeten. Ik weet alleen dat ik niet van ratten hou. Ik moet ze te lijf gaan. Leuk jullie ontmoet te hebben. We moeten zorgen dat hij voor zonsopgang terug is. De betovering kan slechts worden verbroken als iedereen die betoverd werd op de plek blijft waar dat gebeurde. Ik herinner me niet dat ik jou heb meegevraagd. De notenkraker en de toverfluit. Ik herinner het me weer. Charlotte heeft me betoverd. Je stiefmoeder kan van gedaante verwisselen. Ze is een rat. Dat klinkt vet heftig, maar kom. Laat ons je dan helpen om ze te verslaan. Jij wil mij helpen met het verslaan van die monsters? Wacht, dat heb ik niet gezegd. Een nieuw avontuur. Geen vredesonderhandelingen, maar gelijk vechten. Kom. Van het bekende verhaal. Op zoek gaan naar mijn vader om hem te vragen waar de toverfluit is. Met de stemmen van Lotte de Klerk en Louis Thijssen. Het koninkrijk, dat moet bevrijd. Laat de ratten sneuvelen in de strijd. De notenkraker en de toverfluit. Wat sta je nou te kijken? Kan ik dat aan papier toevertrouwen? December in de bioscoop.